Kutoplussen, gek. Boy, yo. Dit slaat echt helemaal nergens op. Je gooit het ook daarin. Kijk, oh, jongen. Hoe is dit toch? Ik zit te denken, als je een lucifer aansteekt... Nou, niet zo. Ja, ga je echt teruglopen om nog een keer te doen? Ja. Oké, dan blijven wij hier staan. Ja. Ik zat te denken, als je een lucifer aansteekt... Ja, kan echt. Wat is dit voor moeilijk ding, joh? Hier, laat mij maar. Nee, ja, dag. Ja, dat nog een keer terug? Oké, okay, wel sprakeloos. Ik heb echt... Ik heb ga ondertussen even ons Instagram. Ja, de laatste radians. Ja, like, comment, subscribe. Ik zat eens te denken, als je zo'n lucifer aansteekt... Ja, je hebt hem. Dan wil je kaarsjes aansteken, misschien het fornuis of wat dan ook. Maar op een gegeven moment, dan gaat hij zo ver dat je handen brandt. Dus ik dacht, als we nou gewoon een hele grote lucifer maken, dan kunnen we op ons gemak hier alles aansteken wat we willen. En dan verbranden onze handen niet. Ja, goed idee. Dat is een goed idee. Ja, laat het gaan doen. Wat een logica, hè. Zo, hé. Quinn, is dit groot genoeg? Dan moet je met twee mannen ding tillen. Dit is wel vet. Dit doen we. Ja. We hebben ook van die vierkanten die we net hebben weggelegd, hè? Oh ja. Zal ik het halen? Ja. Finn die had het over... Hij begon al heel snel met een lucifer maken. Ja. En dingen aansteken. Heb jij enig idee hoe dat moet? Ik heb wat beter zo, jongens. Ja? Ik dacht... Deze is wel perfect. Deze is wel echt perfect, hè? Hoe? Hey. Hoe de F gaan we dat doen? Even googlen? Ja, laten we doen. Ja. Heb je een telefoon? Ik heb geen telefoon. Ik ook niet. Ja, we hebben warmte nodig. Oké, dus we beginnen met een pannetje op het vuur. We hebben de telefoon van Jon, onze cameraman, gebruikt om even te googlen. Bel gewoon even zijn moeder of zo, joh. Hier, mam. Dit kan toch niet? Hoi, met mij. Hey, moeder van Jommer. Kijkt u wel eens de Adriaans? Oh ja. Je kunt ons ook volgen op Instagram. Ja, de laagstreepje Adriaans. Ja. De laagstreep Adriaans. Ja. Ja. Ik zal kijken. Hartstikke en dan, goed. En dan niet voluit geschreven, laagstreep, maar gewoon zo'n laagstreepje. Laagstreepje, een underscore. Juist. Oh, oké. Okay. Het is nou mooi wit. Ja. Zullen we kleurstofje toevoegen? Niet meer. Oh. Kook je het thuis ook altijd gek? Ja. Ik denk dat het goed is. Oké. Oké, gaan we... Hoor je? Zal ik anders even een stukje proberen? Ja, is goed. Ik denk niet dat er veel gebeurt alleen. Nee? Misschien voor de zekerheid, jongens, niet thuis proberen. Boy, yo! Gozer, wat een plussen, gek! Boy, yo! Dit slaat echt helemaal nergens op. Je gooit het ook daarin! Kijk, oh, jongen! Moest er toch vanaf? Hij steekt het ook aan. Gert, gooi het weg. Oké, ik gooi het wel in die bak waar al het andere ook ligt. Die hele lucifer is ook gegaan. Echt? Ja. Op een vraag, kunnen we zelf een lucifer maken? Ja, ik heb het wel zinnelichtje net aan zien staan. Dus... Hij deed het wel. Hij deed het wel, ja, Gert. Jongens, ik zeg geslaagd. Op mijn volgende experiment. Kijk die rook. Misschien moeten we het nog een keer doen. In seizoen 2. Ja. Koffie even brengen. Ik ga een muizenval in een zak chips doen. En dan bied ik hem even een chippy aan, voordat hij het weet. Paats! Dat moet ik wel voorzichtig doen. Dat bedoel ik. Showtime. Experiment met Vincent, de vraag. Past Vinnie in een ballon? Ta-ta-da-da. Klaar voor Vin? Nee, helemaal niet klaar voor. Man, man, man. Dan ga je in een ballon proppen. Ja. Oh. Hij lijkt heel klein. Ja,
Dit past nog nooit. Dat zou je zeggen. Ja, hij is vrij rekkable, hè? Dus als we het zo doen. Maar het grootste probleem is denk ik dat ik door dit tuutje moet. Nou, daar heb ik wat op gevonden. Oh ja. Echt? Laten we beginnen met je beentjes, hè? We beginnen met benen, ja. Oh, dit is zo vies. Baba. Zullen we niet eerst een beetje water erbij doen nu? Een beetje water erbij. Ja. Ja? Komt-ie! Oh, ze kunnen toch geen programma maken, man? Moet je kijken. Nee, echt, ik zit hier. Okay, dit is een experiment. Het is een experiment, ja, sorry, experiment, jongens. Sorry. Ik hou je vast. Nee, toch niet. Zullen we kijken of jij er iets verder in komt? Voorzichtig, voor je, heel voorzichtig. Rustig. Okay, even blijven zitten zo, jongens. Ja. Dit gaat goed, jongens. Ja, gaat lekker. Ga jij anders tegen die ballon aantrappen? Oh, gozer! Wat doe jij? We waren stond op het punt om te knappen. We hebben er nog één, hè? Dit gaat goed, jongens. Nee, joh. Wacht, wacht, wacht. Kijk hem. Gespierd, op de vraag, past Vincent in de ballon? Nou... Je ziet het zelf. Wel, ja. Volgens mij is het aardig gelukt. Vincent past in een ballon. Zou je hoofd er nog in doen? Doei Vincent. Ja, zo past er ook. Kijk eens, klasse Vin, ben trots op je. Hey Vin, ik weet dat je in een vrij benarde positie zit. Dat, nee, niet alleen maar hoofd, man. Nee, kan je niet maken. Nee, dat kan echt niet. Maar daar heb je toch geen lichaam? Vind ik hou van je, jongen. Ja. En dank voor dit fantastische experiment. Oh, 3. Ik vind het zo eng. 2. Dit is zo eng. Hey! Holy shit! Misschien nog een paar keer. Wel die olie. Hoppa! Nou. Het is mijn ballon! En nou zou ik rennen, Vin. Nee. Kom op, Vin. Stel je niet aan. Ik heb hier zoveel zin in. Wacht even. Zielig. Zielig muziekje. We weten allemaal dat Thomas gewoon een hele gevoelige jongen is. Ik bedoel, hij huilt vaak. Hij heeft het vaak over zijn moeder. En daarom hebben wij we hebben iets bedacht. Dat heet typen met Thomas. En waarin hij een brief gaat typen naar zijn moeder in de meest gekke situaties. Thomas? Ja, je wordt steeds lolliger, hè? Kom er maar even bij. Ja. Nee, ik vond het ook wel weer tijd. We hebben iets bedacht voor je. Ja. Kijk even naar links. Ja. Je hebt het misschien al zien. Ja, ik had er wel zien staan. Ja, die is niet te missen. Dit, Thomas, dit is een astronautentrainer uit de jaren 60. Hoe goed kun jij een brief naar je moeder typen in dit apparaat? Ja. Jij gaat straks plaatsnemen. Ja. Dan word je vastgeshort. Dan gaat de typemachine naar voren. En dan hebben we Rob, die zometeen het apparaat gaat bedienen. En dan heb je 3 minuten de tijd om een brief naar je moeder te typen. Oké. Okay. Kooprootje aan. To, succes jongen. Goos, ik heb echt geen zin. Ben je bang? Ja. Ik heb net bedacht, Gert, ik ga denk ik een gedichtje schrijven. Ja, doe maar. Ik maak het gewoon lekker moeilijk voor mezelf. Ben je er klaar voor? Nee. 3, 2, 1 en go! Yes! De tijd loopt. 3 minuutjes heeft hij. Oh, dit gaat goed. Oh, dit gaat keurig. Ben je al begonnen? Ja, ja. En het gaat best wel goed hoor nog. Ja? Ja. Oh, nu wordt het wel wat lastiger allemaal. Pas op voor je handen. Het gaat best soepel. 3 minuten is wel lang. Lekker toe. Gaat goed, jongen. Word je ook misselijk? Go, hoor je me nog? Nee! Ik hoor geen getik. Even doortikken, jongen. Dat gaat niet meer. Je moeder zit op je te wachten. Tandje erbij nog? Ah, Rob, tandje erbij. Ah. Huppatee. Nee. Ja hoor, nog even een goede aansteker. Nee, kap maar! Hè? Kap maar! Kappen, ja? Ja! En de tijd is om. Ik geloof er helemaal niks van dat... Dat toeristen hier 3 minuten ingaan? Dat is zo'n onzin, dat kan nooit. Wat voel je? Kotsmisselijk. Echt? Ja. Zo niet leuk was dit. Nee? Mag ik even je brief zien? Even zien wat je getypt hebt? Lieve mama. Kom maar, ik kan mijn eigen handschrift beter lezen dan jij.
Lieve mama, ja? Of dit gaat goed... Oh, wacht, eerst zielig muziekje. Zielig muziekje. Nog een keer. Lieve mama, of dit gaat goed... Ik zit een beetje wichtig. Of dit gaat heel erg fout... Hoe dan ook, ik word astronaut. Oh, nice! Hou van jou. Die kan de bussen. Ik ga even liggen, want ik voel me echt niet lekker. Ik ben er helemaal klaar mee met het programma. Ja, je hebt je shirt verkeerd om aan. Moeder van Thomas, wederom een mooie brief. Komt naar u toe, Bussum. Komt eraan. En ik denk dat Thomas er bij komen. Want die is helemaal kapot gegaan. Dan gaan mensen dus 2 minuten in, hè. Ik geloof er helemaal niks van. Ik ben helemaal...